Mijn naam is Robert Geesink. Ik ben 23 jaar. Ik kom uit Varsseveld. Ik ben jarig op 31 mei en ben wielrenner. Mijn bijnaam is Condor van Varsseveld. En ik heb de afgelopen 3 weken de Ronde van Spanje gereden. Ja, ik denk ook dat het een hele goede Vuelta was. En met minder pech zou ik daar heel tevreden over zijn. Zeker. Maar het zit me dit jaar niet echt mee. En dat kan een keer gebeuren. En er zijn nog een paar koers, hè. Dus ik kan nog links en rechts proberen nog voor een mooie uitslag te gaan. Heb je daar last van? Want je zegt al, het zit niet mee. De Tour val je, de Vuelta val je. Ga je dat met je meedragen? Of ben jij iemand die dat van zich af kan schudden? Ja, probeer ik wel. Kijk, ik ben nog jong en ik denk dat ik nog veel kansen heb. En je werkt er hard voor. En dan zou het mooi zijn als dat uiteindelijk ook op papier in uitslagen terugkwam. En ik heb natuurlijk deze ronde wel een aantal mooie ereplaatsen behaald. Maar net wat winnen of op het podium rijden zoals hier, dat mist dan nog. Wat ik al zeg, ik heb nog een paar jaar de tijd daarvoor. Hè. Hoe verklaar je het grote verschil? Gisteren zat je, eergisteren zit je echt stuk. Logisch denk ik, heel veel pijn geleden. Gisteren moet je loslaten. En vandaag lijk je wel zo fris als een hondje. Vandaag is maar 27,5 kilometer. Hè? Nee, maar kijk, het veld daar is heel zwaar voor een lichaam. Het zijn 3500 kilometer of zo. Nou, als je dat zo al moet doen, dat is al heel zwaar. En ik denk dat je als je podium wil rijden, moet je gewoon niks tegenkomen. Ja, die valpartij, ik heb 8 hechtingen in mijn knie. Een gat waar je die kurk van die fles wijn van gisteravond in kunt stoppen, wat niet gehecht kan worden, omdat het te ver uit elkaar is. Ja, dat... Leuk hè, wielrennen? Ja. Nee, het is fantastisch, maar dat is denk ik net iets te veel. En dat heb ik al gemerkt. En ook de gevolgen van die valpartij, die klap, dat trekt in je spieren, in je rug. Alles is hard en je lichaam heeft gewoon niet voldoende tijd tussen 2 etappes door om daar genoeg van te herstellen. De doorbraak van Robert Geesink? Ja, een paar jaar al mee bezig denk ik. En dit jaar weer een stapje dichterbij. Dank je.